Het is geen eendimensionaal vak. Dus je kan niet zeggen, oh ja, als je dit doet, komt altijd goed. Sales is in de basis, in ieder geval voor mij, is het mensen helpen hun problemen op te lossen. Als het niet lukt om de deal te closen, dan is er vaak in het begin wat misgegaan. Een van de dingen is, die je veel ziet, is dat je natuurlijk in het begin heel goed moet realiseren, praat ik met de juiste. Zorgen dat je elkaar vertrouwt, zorgen elkaar dat je sympathiek vindt, dat je even oog hebt voor elkaar. Vaak als ondernemer, je hebt vaak zoveel passie voor wat je doet, dat je gewoon best wel goed bent in sales. De sales architect gaat heel erg over eigenlijk de hele breedte van het salesvak. Vind jij het ook wel eens lastig om je sales goed op orde te krijgen? Nou, als je je daarin herkent, dan moet je vooral deze video blijven kijken. Want daar gaan we het over hebben. De video die je nu ziet is een onderdeel van een serie. En die serie die heet Book Stories. En in deze serie gaan we het hebben over een aantal businessboeken. Maar dan spreek ik met de auteurs van die boeken. En ik maak deze serie in samenwerking met uitgeverij Business Contact. Wil je nou meer zien van deze video's, dan kun je hieronder uiteraard abonneren op het CVD-kanaal. En ik heb nog iets heel leuks. We gaan het hebben over sales. En ik heb een absolute salesguru hier bij mij in de bank zitten. Maar mocht je nou zelf een tip hebben waar je denkt van, oh, maar dit heb ik echt heel goed geregeld, laat die dan in de reactie hieronder kwijt. Want de eerste 5 reacties die een goede tip delen, die krijgen het boek gratis, waar we het nu over gaan hebben. En het boek heet De Sales Architect. En bij mij is te gast Terry van den Bent. Je geeft 5 boeken weg. Wist je het al? Ja, maar hartstikke leuk. Ja, hartstikke leuk. Dat gaan we doen. Ja, zit je goed, zeg maar, met die microfoon een beetje? Ik zit heel lekker. Ik zit echt heel lekker. Je zit heel relaxed. Kan iedereen sales goed doen eigenlijk? In principe wel. Omdat wat aardig is aan sales is dat het is gewoon een vaardigheid. En een vaardigheid, het is iets, niet iedereen zal er even goed in worden. Nee. Maar het is iets wat goed te leren is. Ja, het is niet dat je natuurtalent moet zijn. Nee, je hoeft geen natuurtalent te zijn. Het is geen magic box. Er zitten gewoon allerlei wetmatigheden achter. Ja. En eigenlijk iedereen die dat leuk vindt om daarin te leren, die gaat daar een mate van expertise in opbouwen. Ja. En we kunnen nooit overal allemaal even goed in worden. Dat hoeft ook helemaal niet, maar Het is een vaardigheid. Dus als je daar zin in hebt om dat te leren, dan gaat je dat wel lukken. Ja. Bij sales moet ik altijd meteen denken aan, zeg maar, het heeft een beetje een negatieve klank. Zeg maar, omdat sales klinkt als poot tussen die deur en canvassen. Ja. En dan word ik al helemaal ongelukkig van. Klopt. Is dat sales? Voor mij in ieder geval niet. En je hebt natuurlijk de Wolf of Wall Street-achtige onzin. En daar hou ik mij verre van, zeg maar. Ja. En kijk, sales is in de basis, in ieder geval voor mij, is het mensen helpen hun probleem op te lossen. Dat is in de basis sales. Dus als je naar deze video kijkt en je denkt, oké, ik moet even 1 ding onthouden, dan zou ik daarmee beginnen. Dat betekent dat je potentiële klant moet een probleem hebben en jij moet de oplossing hebben. Ja, en jij moet het idee hebben van, oké, ik ga iemand helpen een probleem op te lossen. Ja. En dan vervolgens heb je natuurlijk vaardigheden, strategieën nodig om dat goed duidelijk te maken. Ja. En mensen goed te helpen en mensen te laten inzien dat ze dat probleem hebben en dat jij ze daarmee kan helpen. Maar de Wolf of Wall Street-achtige tijden, die zijn hopelijk wel echt voorbij. Ja, werkt dat niet meer? Nou nee, het werkt ongetwijfeld nog wel. Ja. Dus het gebeurt nog steeds. Maar als je goed kijkt, als jij een ondernemer bent of je bent directeur en je hebt zin om over een paar jaar tijd iets duurzaams op te bouwen, dan ga je merken dat met Wolf of Wall Street-achtige taferelen dat het niet werkt. Nee. Dat krijg je wel terug. Lange termijn relatie zit er niet in. Dat zit echt niet in. En het gaat tegenwoordig veel harder als het misgaat. Ja. En dat is maar goed ook. Dus dat is gelukkig. Wordt dat wel steeds minder. Hey, het boekje heet boekje. Ja, het is een boekje. Boek. Ja, boek. Ja, het is een boekje toch? Tenminste, hij is best wel klein. Ja. Maar er staat veel in. Dus staat het wel is oké, okay, het is een boek. Maar wat doe jij naast boeken schrijven, zeg maar? In dagelijks leven? Ja. Nou ja, ik heb een sales studio, heet dat. Het is een bureau. Wij helpen bedrijven om aan tafel te komen bij prospects. Hey, en als je ballen hebt, dan laat je natuurlijk alleen maar betalen bij succes, of niet? Of werkt dat niet zo? Als je heel korte termijn relatie wil met elkaar, als je heel korte termijn relatie wil en heel graag heel veel leads wil verbranden, dan laat je vooral, vooral betalen alleen maar per lead. Want je krijgt dan een perverse prikkel. Laten we ondernemers eens gaan helpen. Yes. Ik heb zo'n B2B bedrijf. Ik zit in de zakelijke dienstverlening. Ik verkoop software, pak eens wat. Ja. En ik weet dat mijn product echt, ik bedoel, laten we even ervan uitgaan dat het product klopt. Ja. En dat de oplossing, dat probleem er ook is. Ja. Maar sales, daar gaat allemaal nog niet goed. Wat moeten we dan doen? Nou ja, kijk, in eerste instantie gaat het om dus dat je een goede strategie hebt. Klik, dit is natuurlijk open deur. Ja. Alleen wat je heel vaak ziet, is dat we wel vaak een soort bedrijfsstrategie hebben.
is wel iets van de bedrijfsstrategie. Ja. Maar vervolgens wordt eigenlijk niet goed uitgedacht. Hoe gaan we dat sales nou precies aanpakken? Ja. Dus wie gaan we targeten? Welke klanten hebben zin en welke klanten hebben ook geen zin? Kijk, je kan beter van tevoren goed weten wie het zin heeft om te targeten. Dat scheelt je organisatie een hoop gezeur en gezeik, zeg maar. Ja. Dus het gaat heel erg over, oké, wie gaan we targeten? Oké, wat lossen we eigenlijk op voor die mensen? Wanneer zijn we relevant? Wat voor content gaan we gebruiken? Het is natuurlijk ook zo dat als jij tegenwoordig met mensen om tafel wil zitten, moet je iets relevants brengen. Mm. Dan moet je goede content hebben. Mm. Dus dat betekent ook dat je in je strategie moet gaan kijken. Oké, als ik met, ik noem maar even wat, de marketeer van Danone of een van de marketeers van Danone om tafel wil zitten. Oké, maar wat voor content heb ik dan? Wat ga ik er? Wat kan ik er leren? Wat kan ik er laten inzien? Wat heb ik voor er? Waardoor zij of hij denkt, oh ja, dat is wel interessant. Het ligt natuurlijk heel erg tegen communicatie en tegen marketing aan. En dat betekent ook, als je dus een commerciële uitdaging hebt, dan wil je dus ook met die mensen, want vaak hebben we wel marketingmensen, we hebben salesmensen, dan wil je ook die mensen op 1,5 meter of in een Zoom meeting, zeg maar, bij elkaar hebben en met elkaar vanuit die die verschillende disciplines en ook die vaardigheden naar dingen kijken. Kijk, want uiteindelijk zijn salesmensen geworden omdat ze graag sales willen doen, met mensen in gesprek willen gaan. Ja. Nou, Mark, dat betekent niet dat zij per definitie goed zijn in het maken van whitepapers, dat opstellen, goed laten designen. Nou, dat is meestal niet zo. Dat zijn meer andere mensen goed in. Ja, ja, ja. Maar je wil die wel bij elkaar brengen. En dat heb je wel nodig tegenwoordig. En dat is ook heel leuk om met elkaar, met verschillende disciplines, naar zo'n salesproces te kijken. Voor dit soort trajecten moet je ook, denk ik, echt wel een goed, zeg maar, een plan maken en je daar gestructureerd aan houden, toch? Ja, je moet een plan maken en daar gestructureerd aan houden. Nou, dat is voor ondernemers is niet meestal het favoriete onderdeel. Nee. Voor mijzelf als ondernemer natuurlijk ook. Maar dat hoort er wel bij. Ja. Maar ook, kijk, in je organisatie is het ook belangrijk dat je daar goed kijkt naar de verschillende rollen. Want een van de dingen die dus heel veel gebeurt is, oké, we gaan nu sales aanpakken. Dus wat er gebeurt, we gaan met z'n allen, we gaan bellen, we gaan mailen, we gaan dingen maken. Nou, dan komt er weer een berg komt er binnen. Ja. Oké, nou, waar zijn we druk mee? Ja. Oké, we zijn nu weer druk mee hier. En dan zijn we allemaal druk en dan gaan we die offertes maken. En dan dan zijn we druk in de operatie. En dan, en kijken we hoe is het met ons pipeline? Ja, die is leeg, want ja, we hebben niks gedaan. En dan gaan we weer met z'n allen. Dus dan krijg je allemaal van dat soort golfbewegingen in je organisatie. Ja. En wat je eigenlijk wil, is dat je constant, zeg maar, aan de voorkant gewoon een stabiele flow houdt van outreach, prospecten, sales development, hoe je het noemt. Dat je continu bezig blijft, zodat je op een gegeven moment gewoon een stabiele invoer krijgt van leads of gekwalificeerde afspraken. Ja. En dat vraagt wat van jou als ondernemer, maar dat is ook een stuk wat je in de organisatie van je sales team kan oplossen. Ja. En voor kleinere organisaties maakt het nog wat uit? Moet je daarvoor een zekere schaalgrootte hebben om dit goed in te kunnen richten? Nou, dat valt wel mee. Kijk, op het moment dat jij als jij gewend bent om een commercieel team te hebben van 4, 6, 8 mensen, is dat makkelijker dan als jij gewoon ondernemer bent en je zit in de start-up fase. Ja. Dat klopt, maar dan nog steeds zijn er wel een aantal. Je kan vrij snel met 2 mensen in een rolverdeling kan je dat gaan inrichten. Hmm. Vaak als ondernemer, je hebt vaak zoveel passie voor wat je doet, dat je gewoon best wel goed bent in sales. Zeker. Ja, precies. Als je inhoudelijk, want dat is ook zo. En als jij ondernemer bent of manager en je bent inhoudelijk gepassioneerd. Ja, dat is mijn hele salesapparaat. Dan ga je erover praten. Dan weet je er alles over. Dan wil je van nature allerlei vragen stellen. Want je vindt het super interessant. Ja. En van daaruit word je gewoon daar wel goed in. Kijk of je het, ook al heb je een klein team, in je organisatie kan inrichten. Ja. Zodat die flow blijft komen. Ja. En dan denk je bijvoorbeeld, als je zegt van oké, krijg ik 1 relevante afspraak per week. Oké, eentje per week. Ja, het hangt natuurlijk een beetje van de deal sizes af in je business, maar eentje per week zijn er gewoon 52 per jaar. Hmm. Dus als je daarover nadenkt, oké, 52 per jaar dit jaar. Oké, en dan is ook 52 volgend jaar, zeg maar. En diegene die binnenkomen, en als ze eenmaal binnen zijn, wat ga ik dan met ze doen? Ja. Zeg maar, oké. Dus als je daar ietsje geduld in kan opbrengen om er zo eens naar te kijken en dan voor wat langere termijn dat zo in kan richten, dat gaat jou als ondernemer of als manager wel helpen. Ja, en heel veel opleveren ook. Jij beschrijft 7 fases in je boek. Ja. Dan hoef je ze niet allemaal te gaan noemen, maar noem er eens een paar waarvan je zegt van ja, die zijn wel cruciaal. Nou, het is met name dat het helpt je heel erg om
het is eigenlijk een vaardighedenstuk. Yeah. Ja, en het is meer zo, dus ja, het zijn 7 fases. Het is veel meer, er zijn natuurlijk allerlei modellen in sales. 4 fases, 5 fases, maakt ook niet zo heel veel uit. Maar ik gebruik toevallig deze. Yeah. En een van de eerste dingen wat mensen wel vaak vergeten, zeker hoogopgeleide mensen hebben daar wel eens last van, noemen we dan rapport bouwen. Dus de eerste fase. En rapport bouwen, dan zijn we, gaat gewoon even over connecties zoeken met mensen. Zorgen dat je elkaar vertrouwt, zorgen elkaar dat je sympathiek vindt, dat je even oog hebt voor elkaar. En zeker als je heel ambitieus bent en slim, en dan denk je, oké, gaan. Ik moet, het moet. We gaan meteen. Nee. Even, weet je wel. Ja, dus ja. Eerst even dat. Eerst even zinken. Even, en van daaruit. Ja, ja. En ja, goed. En dan kom je natuurlijk vragen stellen. Ander dingetje. Maar zo kan ik er over doorgaan. Ja, maar dat, door. Dat, vragen stellen. Ja. Want we worden wel eens vergeten. Ja, precies. Kijk, wat dat betreft, dat is natuurlijk essentieel. En ook heel leuk. Want het interessante aan dat vragen stellen is, dat is eigenlijk dat gaat ook over interesse. Dus als jij geïnteresseerd bent, ja, je gaat iemand helpen een probleem op te lossen, dus dan moet je vragen stellen. Ja. Moet je een diagnose. Ja, als je naar de dokter gaat, zeg ik, ja, die gaat ook van jou vragen stellen. Ja, die gaat niet meteen met de pillendoos op tafel zitten. ik hoop het niet. Maar in ieder geval is het, ja, dus je gaat daar ook. Dus uiteindelijk maakt dat ook in dat zo'n salesgesprek eigenlijk ook heel leuk. Ja. He, dus je gaat gewoon vragen stellen. En dat is dan weer in met salesmensen vaak in trainen. Is het vaak veel relevanter om goed te trainen. Hoe doe je nou een goed gesprek? In plaats van hoe doe ik nou mijn pitch en dat soort dingen. Ga eens gewoon vragen stellen. En als je erachter komt wat mensen hun problemen zijn, dan ben je al halverwege, zeg maar. Ja. Nog meer in die fasering? Deal closen, is dat ook nog een vak apart? Dat is wel een vak apart. Maar wat heel leuk is dat je vaak als het niet lukt om de deal te closen, dan is er vaak in het begin wat misgegaan. En wat je gaat merken is van ja, die vraag krijgen wij natuurlijk ook heel vaak. Ja, we willen graag meer closen. Ja, hoe moeten we meer closen? Ga maar na. Als jij een goede band hebt opgebouwd en je hebt een goede vraag gesteld en je weet wat iemand zijn probleem is en je hebt een goede oplossing, je hebt het goed uitgelegd, dan zal je merken dat het afsluiten vaak helemaal niet het probleem is. Nee. Dus als je op het eind merkt van hey, het deal closen lukt niet, dan kan je wel gaan strooien met kortingen en dingen en dat soort dingen. Ja. Maar dan moet je eigenlijk even een stapje terug van wacht even, hoe kan het nou, als we deze stappen zijn doorgegaan, dat het afsluiten zo moeilijk gaat? Ja. En dan kan je ook vaak veel beter, in plaats van nog proberen met de korting of wat dan ook, die deal binnen te halen, terug te gaan en dat proces opnieuw te doorlopen. Dus dat is wel een ding, als je vaak die heeft, het gaat in afsluiten altijd mis. Nou, dat kan. Ja. Maar ik zou toch eens beginnen met, oké, maar doen we het begin wel goed? Ja, gaan we niet te snel? Ja. Heb je offerte? Ja, ik heb even snel offerte nodig. Wanneer moet je hem hebben? Ja, ik moet morgen hebben. Dus jij snel offerte maken? Ja. En, niet goed. Ja, en dan, je hebt geen vraag gesteld. Je weet niet wat het probleem is. Ja. Het is iemand die 5 offertes heeft uitgevraagd. Dus wat dat betreft zijn er best wel heel veel dingen die vaak in het begin van dat salesproces eigenlijk veel grotere impact hebben om uiteindelijk zo'n deal te sluiten. Een van de dingen is die je veel ziet, is dat je natuurlijk in het begin heel goed moet realiseren, praat ik met de juiste. Dus hoe meer controle je hebt over het salesproces, hoe beter. Ja. Nou, dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar op het moment dat jij zit met degene die beslist, zijn de kansen vrij groter dat je succesvol bent, dan dat jij zit met degene die het moet voorleggen. Ja, maar dat weet je niet altijd, hè? Nee, dat klopt. Maar dat kan je wel vragen, hè? Ja. Dus dat is natuurlijk. Moet je dan vragen, ben jij degene die beslist? Ja, het liefst zo. Ja. Nee. Nee, wie is je baas? Nee, nee, maar dat zijn natuurlijk dingen voor. Van, ja, van, waarin je dus in die vraag stelt. Hè? Kijk, en uiteindelijk dat is natuurlijk van, ja, maar hoe kom ik naar achter of hij beslissingsbevoegd is? Ja. Nou, dat, kijk, als jij, en dat kan je dus, je kan er rustig omheen. He, je kan gewoon vertellen over hoe jij georganiseerd bent en hoe dat werkt. En goh, vertel eens, hoe zijn jullie georganiseerd? Ben jij nou degene die eindverantwoordelijk is? Hoe werkt het eigenlijk? Ja. En hoe zit die organisatie in elkaar? Zo kan je doen. Kijk, en als je wat meer. En het heeft ook heel erg te maken met hoe je erin zit en hoeveel zelfvertrouwen je hebt. Ja. Kijk, als jij gewoon. Want dat is natuurlijk ook zo. En dat is natuurlijk ook het moeilijke. Op het moment dat je zelfvertrouwen hebt en het lukt, dan straal je dat uit. Ja. Mensen voelen dat. Het maakt je allemaal niet meer uit. En je bent succesvol. Op het moment dat jij een paar deals mist, Dat heb ik ook heel erg. Je wordt kleiner, weet je? Je wordt steeds kleiner, Je denkt, oh, ik moet hem hebben. Ja. Dus dat is natuurlijk een heel moeilijk ding. Ja. Het is dus wel. Nou ja, maar dan als je in zo'n fase zit, ja, dan kan je het ook. Je kan het ook gewoon vragen. Goh, joh, ben jij degene? Hoe gaat het verder? Maar vragen is wel een hele belangrijke, dus, hè?
Die wordt vaak vergeten in sales trajecten. Want dan ben je meer aan het antwoorden geven op niet gestelde vragen. Ja, en zeker in het begin. Want maar het is een heel... Ja, en nogmaals, en het maakt los van het feit dat je hebt het nodig om de informatie achter te halen. Ja. Maar het maakt het vak ook een stuk leuker. Want je gaat ook echt op zoek van... Oké, maar waar zit iemand nou echt mee? Hoe kan ik hem helpen? Dat soort dingen. Dus het heeft gewoon aan alle kanten veel voordelen. Ook een ander ding. Hè, mensen denken vaak van... Oké, sales, we gaan sales doen... Als je eens kijkt van wat we al hebben aan het verleden aan contacten. Wat hebben we daar eigenlijk mee gedaan? Dat zie je ergens. We hebben er een keer iets mee gedaan. We hebben de offerte gewonnen, verloren. Is ergens weer in de laag gegaan. Ja. Dus ook daar zit er heel veel in. Maar je ziet wel, kijk op LinkedIn, ja, daar is wel iedereen te vinden. Tot slot, we hebben nou COVID, ja, hopelijk dat we daar nog een keer vanaf komen, mm-hmm. zeg maar. Maar heeft dat het salesvak, ja, natuurlijk heeft het salesvak beïnvloed. Maar even heel praktisch, ik ben ondernemer en ik moet nog een tijdje met name online dingen doen. Ja. Is different ballgame? Ja, is different ballgame. En kijk, nu zijn we er eigenlijk alweer aan gewend. Maar met name de eerste lockdown. Ja. Kijk, wat je heel erg zag, in dat waren we in Nederland toch best wel gewend. Je moet niet aan de auto van de verkoper komen, hè? Dus gelukkig is de nieuwe generatie daar wat minder in. Ja, maar, ja. Dus je zag met name internationaal dat er al veel meer op afstand werd verkocht. Ja. Omdat die afstanden groter zijn. En wij in... Kijk, ik bedoel, ik heb dat zelf natuurlijk ook gedaan. Ik vond het ook wel lekker in mijn leaseauto. Lekker de weg op. Ja. Lekker rijden, zeg maar. Ja. Weet je wel? De vrijheid en dat soort dingen. En die eerste lockdown heeft natuurlijk meteen laten zien... Ja, maar wacht even. Je kan ook goed sales doen via Zoom, of via Skype, of via wat dan ook. Ja. En dat heeft dat wel versneld. En dat gaat ook niet meer veranderen. Ik hoop wel, ik zou het wel weer heel leuk vinden... als we weer wat vaker met elkaar koffie kunnen drinken... of een stukje kunnen lopen, of dat soort dingen. Maar het op afstand sales doen, dat heeft dat wel in een soort versnelling getrokken. Wat is een belangrijke reden voor mensen om dat boekje van jou even te lezen? Dat boek? Ja, van boek. Jou, Sales Architect. Dat enorme boek van mij. Ja. Ik denk de belangrijkste reden is omdat het een breed vak is. Het is geen eendimensionaal vak. Dus je kan niet zeggen, oh ja, als je dit doet, komt altijd goed. Ja. Zo zit het gewoon niet in elkaar. En de Sales Architect gaat heel erg over eigenlijk de hele breedte van het salesvak. Ja. Van strategie tot proces, tot mensen, tot teams. En natuurlijk kan je er nog veel meer over sales lezen en doen. Maar het is met name een heel goed beginpunt. Omdat het veel breder is dan alleen X of Y, zeg maar. Ja. Dus daarom kan ik hem aanbevelen. Dankjewel, zei hij, de sales tijger. Dankjewel, Terry. Ik dank uitgeverij Business Contact voor het mogelijk maken van deze serie Bookstories. En wil je meer Bookstories zien, blijf dan ook even hangen. Over een paar seconden krijg je een aantal andere video's vanzelf voor je snuffert. En als je nog zin hebt om nog een video te kijken, kun je dat meteen doen. Vond je deze video leuk, geef hem een like en abonneer je op het CVD-kanaal. Dan kun je nog veel meer video's zien. Dankjewel voor het kijken. Hoi.